Goedemiddag, mijn naam is Marietje Schaken. Ik ben Europarlementariër voor D66 in de liberale fractie hier in het Europees Parlement. En helaas kan ik vandaag niet zelf aanwezig zijn bij jullie Open Education Event, omdat het Europees Parlement haar maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg houdt. Ook voor ons geen populaire activiteit dat reizen. Maar gelukkig kan ik via deze weg toch mijn ideeën over dit belangrijke onderwerp met jullie delen. In het Europees Parlement hou ik me bezig met het Europees buitenlands beleid, met internationale handel, maar ook met media, cultuur, onderwijs en Europa's digitale agenda. En de rol van het internet, nieuwe technologieën en de impact daarvan op onze samenleving en op Europa's rol in de wereld is de rode draad in mijn werk. Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT en internet worden traditionele machtsstructuren en informatiemonopolies razendsnel afgebroken. Steeds meer informatie is met één druk op de knop beschikbaar voor steeds meer mensen. Je kan in ideale omstandigheden spreken van democratisering van kennis en informatie. En de populariteit, maar vooral belofte van de toekomst van massive open online courses of MOOCs is een goed voorbeeld. Meer en meer universiteiten over de hele wereld maken colleges beschikbaar, waardoor die van topprofessoren of anderen toegankelijk worden voor iedereen met een werkende internetaansluiting. En miljoenen mensen maken hier inmiddels enthousiast gebruik van. Voor D66 is goed onderwijs de motor van economische groei en van persoonlijke ontwikkeling. Onontbeerlijk in een open samenleving. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar de arbeidsmarkt en bereidt hen ook voor op een steeds internationalere samenleving. En ik juich de toenemende populariteit van open online onderwijs dan ook toe. Maar hoewel er door sommigen al over een onderwijsrevolutie gesproken wordt, is het ook belangrijk om kritisch te blijven kijken naar hoe open online onderwijs verbeterd kan worden. De Europese Commissie ziet dit inmiddels ook en presenteert waarschijnlijk voor de zomer nog het initiatief Opening Up Education. Dat moet dan de juiste voorwaarden scheppen om open onderwijs in Europa breed toe te gaan passen. En ik raad iedereen aan om input te leveren op dit initiatief. In het Europese Parlement zal ik mij er hard voor maken dat de belangrijkste verbeterpunten in dit initiatief opgenomen worden, zodat Europa klaar is voor het onderwijs en de kennis van de toekomst. Ten eerste moeten we de erkenning van open online onderwijs verbeteren, zodat dit voor deelnemers meer toegevoegde waarde krijgt bij het zoeken naar een baan of een vervolgstudie. Op dit moment kunnen deelnemers vaak alleen een certificaat krijgen dat laat zien dat ze hebben deelgenomen, maar draagt open online onderwijs nog niet altijd bij aan het behalen van studiepunten of een diploma. Door te zorgen voor betere certificering en erkenning van open online onderwijs kunnen deze nieuwe onderwijsvormen een echte maatschappelijke impact maken. Zo hopen we bij te dragen aan het oplossen van het enorme jeugdwerkloosheidsprobleem in Europa. En ten tweede moet het identificatieproces van deelnemers ook beter, om de erkenning van gevolgde vakken mogelijk te maken. Voordat het mogelijk wordt om studiepunten of een diploma te krijgen voor het volgen van een online opleiding, moet natuurlijk wel bewezen zijn dat de student die de punten krijgt het vak ook echt gevolgd heeft. En de andere belangrijke verbetering die nodig is om open online onderwijs in Europa met succes breed uit te rollen, is de hervorming en harmonisatie van het auteursrecht. Op dit moment is het voor docenten niet mogelijk en zeker niet makkelijk om veel van hun reguliere lesmateriaal te gebruiken voor online onderwijs, omdat het auteursrecht op dit materiaal rust. En het gebruik van digitale kopieën van collegemateriaal vereist dure en ingewikkelde licenties. En de tijd, moeite en geld die universiteiten of scholen kwijt zijn om deze licenties af te sluiten, staat niet meer in verhouding tot de vergoeding die het auteurs van het materiaal oplevert en gaat ten koste van de tijd die zij kunnen besteden aan onderwijs en onderzoek. Zo wordt innovatie en kennisdeling gehinderd door hetzelfde auteursrecht dat ooit gecreëerd werd om juist vernieuwing en creativiteit te stimuleren. Nu dient het vooral om de belangen van grote uitgeverijen te beschermen en staat het maatschappelijke vooruitgang in de weg. Ik maak me daarom hard voor het auteursrecht in Europa, althans om dat te hervormen, te vernieuwen en te harmoniseren. Alleen op die manier kunnen we mee blijven doen in de wereldwijde strijd om talent en innovatie.
We moeten de publieke waarde van kennis in het oog houden en beschermen. Zeker ten tijde van digitalisering, wat natuurlijk voornamelijk door bedrijven gebeurt. En aansluitend zou ik een en ander ook nog in een iets bredere context willen plaatsen. Om open access echt in te kleuren, moeten we blijven investeren in onderwijs, in breedband, innovatie, research en development. Hoewel kennis de belangrijkste grondstof van Europa is, denken te veel politici dat we er met een middelmatige inzet en middelmatige en lage begrotingen wel komen. Maar een blik naar ontwikkelingen in Azië en de VS herinnert ons eraan dat dit zeer onverstandig en kortzichtig is. Uw verhalen en ervaringen kunnen een belangrijk argument vormen voor waarom de EU ambitieus moet zijn om slim te blijven. En ik hoop dat dit Open Education Event eraan kan bijdragen om open online onderwijs in Europa verder vooruit te helpen. Dus als u suggesties of ideeën heeft, ontvang ik die graag via e-mail of Twitter. Hartelijk dank.